Goedemorgen. Vandaag is het kaasfonduedag. Kaasfonduedag. Ja, wie dat heeft verzonnen om dat op maandag te doen, dat is mij een raadsel, want dat is eigenlijk iets voor in het weekend, kaasfondue. En ja, bij ons thuis vinden ze het allemaal niet zo lekker. Ik wel trouwens, maar om nou in mijn eentje te gaan zitten kaasfonduen. Maar laten we eens een kaasfonduepan tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is het de dag van de kaasfondue. Kaasfondue. Ja, hoe teken je dat? Ik vind trouwens aan maandag helemaal geen goede dag voor kaasfondue. Dat kan je beter op een zaterdag doen. Want het is ook een, ja, het is natuurlijk kaas met wijn. En je drinkt er waarschijnlijk ook nog een wijntje bij. Dus ja, kaasfondue dag. Hoe tekenen we nou kaasfondue? Nou, laten we eerst eens beginnen met de pot waar de kaasfondue in zit. Zo. En ja, dan moet die kaasfondue moet erin. Er moet natuurlijk een vlammetje onder. Ja, dat is vaak dan op zo'n houdertje of zo. Ik verzin nu maar even wat, hè. Ik weet helemaal niet of dat houdertje er dan zo uit moet zien, hoor. Maar en dan moet hier natuurlijk iets van zo'n brander in. Waar zo'n vlam uitkomt. Nou, dit is niet mijn beste vlam. Dat zie je al wel weer. Nou goed. Komt lekker warmte. Die pot verwarmt waar die kaasfondue in zit. Vaak heeft die pot ook nog een steel. Of oortjes natuurlijk. Die hadden we natuurlijk eerder moeten tekenen. Goed. Kan nog wel hoor, zo. Want het gaat natuurlijk om de kaasfondue en het gaat niet om de pot. Nou, een stokje natuurlijk, met een stukje brood eraan. Met die kaasfondue, hè, die eraan nog aanhangt, zo. En de pin. Hartstikke idee. Nou, hier die kaasfondue, die een beetje aan het pruttelen is ook. Bellen. Zo. Ik vind het best een aardige kaasfondue zo. Ik kan er nog natuurlijk een glaasje wijn bij tekenen. Zo. Volgens mij heb ik mijn glaasje wijn ook wel eens beter getekend. Goed, kaasfondue. Ik zie jullie morgen in de volgende video.